Rock Weekend bij Jetix. Maar de vraag is, hoe word je nou een echte rockchick? Ik ken iemand die daar alles over weet. Monique Smit. Hoe breek je nou door als rockchick? Hoe breek je door als een rockchick? Nou, ik denk gewoon dat het belangrijkste toch wel is om jezelf te blijven. Dat klinkt misschien wel heel stom, want iedereen denkt, ja, dat zeggen ze allemaal. Maar ik denk toch echt wel dat dat het belangrijkste is. Want als het in je zit, dan komt het er ooit wel uit. Of doe mee aan talentenjachten en dan word je vanzelf wel ontdekt. Ja, en als rockchick moet je natuurlijk wel stoer zijn. En met die beer op mijn schoot ben ik niet echt stoer, dus die doen we gewoon weg. Je hebt een nieuwe single uit, Vrouwenalfabet. Ja. Waar gaat het precies over? Het is versieren, hè? Ja, nou, het liedje is voor alle mannen en jongens natuurlijk die niet zo goed weten hoe ze met een meisje om moeten gaan. Uh-huh. En ik heb dus een vrouwenalfabet gemaakt, dus niet van A tot Z, dus zo lang duurt het ook weer niet. Ja, ik noem gewoon deuren open houden, complimentjes geven, breng haar veilig naar huis. Geef haar wanten en tederheid, maak haar heel bijzonder. Bent. Vinden mannen het nog wel? Komen mannen nog wel eens naar je toe? Ja, ze komen nu. Je zou denken dat ze meer op je afkomen, maar ik moet zeggen dat het juist alleen een stuk minder is. Ze komen natuurlijk wel op je af voor een foto, maar het is niet meer dat ze hun best gaan doen om mij te versieren. Want ze hebben volgens mij allemaal zoiets van, ja, Monique Smit, die wil dat vast toch niet. Of die is bekend en die doet dat nu niet meer. Maar ik zou zeggen, jongens, kom allemaal op me af. Ik ben ook nog vrijgezel, dus ze mogen alles van mij proberen. Oh, kijk, vandaar die vrouwenalfabet natuurlijk. Ja. Hé, we hebben nog twee rocksterren erbij. Nick en Simon. Maar, Monique. Oh. Ja. Als jij een van hun zou moeten kiezen voor een ontbijtje, wie ga je kiezen? Kijk, ze moeten wel liever kijken, heel erg lief aan, hè? Oh, nee. Nou, ik kan eigenlijk niet kiezen, maar ik moet zeggen, Nick die heeft vanmorgen voor mijn raam, ik had mijn raam opengezet. Is hij voor mijn raam gaan staan en heeft hij een liedje voor me gezongen. En dat vond ik wel heel erg romantisch. Ja, en Simon, sorry, maar daar scoor je punten mee bij de vrouwen, hè? Monique. Ik ga voor Nick. Nick, ik wil voor jou een ontbijtje. Ja, ik ga weer. En ik wil graag van Simon ontbijtje, omdat het een lekker ding is. Hoe lang moet ik op jou blijven wachten? Hoe lang staat jouw deur nog op een kier? Ik zie dat je prachtige, roze, fluoriserende sokken draagt, maar... Ik wist dat je zo zou beginnen. Ik kan er niet aan wennen, want bij optreden zie ik je altijd op blote voeten. Dat vind ik zo gaaf, zo cool. Maar waarom heb je nu sokken aan? Het is een beetje koud vandaag en mijn voetjes zijn natuurlijk heel erg belangrijk om warm te houden. Het is niet echt rock'n'roll. Ja, nee, ik ben het heel met jullie eens. Ik moet ze eigenlijk gewoon uitdoen. Ik leg die teddy weer wel even over je voeten. Hé, maar Rock Weekend, wat is jouw motie? Wat is jouw favoriete rocknummer? Mijn favoriete rocknummer? Nou, dat is toch wel I Love Rock'n'Roll van Britney Spears. Ja. Ja, maar het is een cover, hè? Het is een cover. Nick weet van wie die eigenlijk was. Maar die heeft hij vergeten. I love rock'n'roll. Pulling out a dime in the jukebox, baby. Girls Rock Weekend bij Jetix. Woo!